ik wist helemaal niet zo goed wat ik moest verwachten, want ik dacht eerst dat dat gewoon een zo wat posters of zo aan de muur ging hangen, maar dat is heel hard ingekleed en heel speciaal eigenlijk. En ik vond het wel cool om te zien dat het ook al in twee delen, dat het echt op alles gefocust is. Niet enkel op het middeleeuwse van Game of Thrones en Harry Potter, maar meer ook echt de sci-fi van Star Wars en al die dingen. Dat is ook al super cool like, dat, dat, allee, dat dat ook een deel kan zijn van dit ding. En dat is ook gewoon is ook zoiets nieuw voor mij ook. Dus ik vond dat wel super tof. Ja, als je hier binnenkomt, dan voel je je direct zo in de sfeer van die films en zo. En dan heb je zo zin om moeten verkleden of weet ik veel wat. En het klopt ook allemaal echt volledig. Ja. En de kaarten zo, dat zijn superleuke dingen dat daarop staan. Ook zo van die... Gewoon chips lol. Ja, chips lol. Maar ook zo bijvoorbeeld Luke Skywalker dan, in plaats van Skywalker. En dat is echt wel tof gedaan. Dus ja, we vonden het eigenlijk allebei heel erg leuk om hier eens even te komen drinken. En we zouden het zeker iedereen aanraden die daar ook van is van nerdy stuff.